Toen de vriendin van deze man zwanger raakte, kon hij niet wachten om zijn ongeboren dochter te ontmoeten. Maar zonder dat hij het wist, werd het meisje na haar geboorte in het geheim ter adoptie aangeboden. Toen de man dit vernam, verklaarde hij de oorlog aan alle betrokkenen. Maar won hij zijn dochter terug? Christopher ontmoette zijn vriendin, een blanke dame, voor het eerst in 2013. Ze reden beide met heftrucks in een pakhuis in Trenton, Carolina. Deze dame was een van de weinige vrouwen die er werkte. Haar bedrevenheid en handigheid spraken Christopher aan en hij probeerde haar al snel het hof te maken. Dat was allesbehalve gemakkelijk, maar Christopher was onvermurbaar. Elke dag gaf hij haar redenen om in te zien waarom ze met hem een geweldig leven zou hebben. Hij wist dat hij geweldig voor haar was, maar was het wederzijds? Ik ben bang van niet. Na een paar maanden vriendschap stelde ze eindelijk haar hart voor hem open en ze kregen verkering in 2013. Tijdens de zomer gingen haar ouders op vakantie, dus nodigden ze Christopher uit bij haar thuis en ze beleefden samen mooie en hartstochtelijke momenten. Enkele maanden daarna deed ze een zwangerschapstest en beide waren opgewonden toen de test positief bleek te zijn. De ouders van deze vrouw hadden echter geen idee dat hun dochter zwanger was en ze wisten niet eens dat Christopher op bezoek was geweest in hun huis. Tegen de tijd dat ze dit vernamen, brak de hel los. Los van de onverwachte ramp die aan het broeien was, gingen Christopher en zijn vriendin verder met hun leven. Ze deelden de kosten van de medische rekeningen en gingen samen naar doktersafspraken. Al snel bleek uit een echo dat ze een meisje kregen en het koppel noemde haar Skyler. Christopher bleef een actieve rol spelen in het leven van zijn vriendin, terwijl ze zwanger was, maar nog steeds had hij haar ouders niet ontmoet. Op een dag, in augustus 2013, belde zijn vriendin hem op, terwijl ze huilde aan de telefoon. Ze vertelde hem dat haar ouders waren teruggekeerd, over haar zwangerschap hadden gehoord en woedend waren dat hij van een ander ras was. Hoe laag kan je vallen? Je zou je moeten schamen. Hoe kon je zwanger worden van een zwarte man? Je zou het kind moeten afstaan, schreeuwde ze. De vriendin van Christopher verzekerde haar partner desondanks dat ze hun kindje altijd zal beschermen. Ik beloof je, we zouden haar samen opvoeden, zei ze tegen hem. Maar dat waren slechts loze woorden. Omdat hij geïnspireerd was door de geruststelling van zijn vriendin, begon Christopher plannen te maken zodat ze tegen het eind van het jaar bij hem kon intrekken. Maar zijn inspanningen zouden alleen maar op niets uitlopen. 6 maanden na de zwangerschap ontmoette de zus van Christopher en haar beste vriendin, Chelsea en Thomason, zijn vriendin en hun voorgevoel zei hen dat er iets mis was. Ik denk dat ze het meisje wil afstaan. Ik kan het voelen. Je moet iets doen, zei Thomason. Christopher weerlegde haar idee echter snel. Hij vertelde haar dat zijn vriendin zoiets nooit zou doen. Maar ondanks de stelligheid van deze man kon Thomason het niet langer aanzien. Dus kwam ze snel in actie en volgde haar buikgevoel. Ze begon onderzoek te doen naar vaderlijke rechten en stuitte al snel op een register, South Carolina Responsible Fathers Registry, dat vermoedelijke vaders het recht geeft om op de hoogte gebracht te worden wanneer er een adoptie of een beëindiging van ouderlijke rechten actie plaatsvindt. Daarna vroeg ze Christopher zijn naam in het register te plaatsen, maar hij vertrouwde zijn vriendin en zag er de noodzaak niet van in. Hij besefte nog niet dat er veel verandering op komst was. In september vertelde de vriendin van deze man hem dat haar ouders een ontmoeting met zijn gezin wilden. Christopher was blij met de recente ontwikkeling en hij dacht dat dit eindelijk zijn kans was om haar ouders voor zich te winnen. Daar aangekomen kreeg hij echter de meest vijandige reactie ooit. De moeder van zijn vriendin vertelde hem dat hij niet geschikt was om de vader van haar kind te zijn. Christopher wist dat ze halsstarrig tegen hem waren en voor niets zouden stoppen om zijn kind van hem af te pakken. Ondanks deze slechte behandeling bleven de geliefden contact houden en bleef Christopher met zijn vriendin meegaan naar de doktersafspraken. Midden november merkte Christopher echter iets treurigs op. Het aantal telefoontjes van zijn vriendin daalde en ze deed er zo lang over om op zijn sms'jes te reageren. Het werd nog erger toen zij vroeg niet met haar mee te gaan naar de doktersafspraak. Ze zei dat haar moeder zou komen en dat ik niet hoefde te komen. Toen dacht ik, waarom kan ik niet naar de doktersafspraak komen? Het was heel hartverscheurend, zei Christopher. Desondanks ging hij door met plaats voor haar vrij te maken, zodat ze bij hem kon intrekken. Uiteindelijk mocht Christopher met zijn vriendin naar de doktersafspraak op 26 december gaan. Jammer genoeg was dat de laatste keer dat hij haar ooit zwanger zou zien, maar dat wist hij toen nog niet. In januari bleef zijn vriendin nog steeds volhouden dat hij haar niet in het ziekenhuis kon bezoeken. Maar ze beloofde dat hij er op de dag van de bevalling bij mocht zijn. Intussen bleef Thomason er bij Christopher op aandringen zich in te schrijven bij het register, maar hij wilde dat niet. Een schokkende gebeurtenis deed hem echter al snel het nodige doen. Op 4 februari organiseerde Christopher's familie een feestje waar hij zijn vriendin voor had uitgenodigd, maar tot zijn grote verbazing kwam ze niet opdagen. Rond die tijd hoorde hij ook dat ze gelogen had over de datum van haar meest recente afspraken.
Het was op dit punt dat ik twijfels kreeg. Ik had zoveel vragen in mijn hoofd, maar ze gaf me het gevoel dat ze zo dichtbij was en toch was ze ver weg, zei Christopher. Een paar dagen hierna volgde hij eindelijk de raad van Thomason op, zich op het ergste voorbereidend. Na afloop vertelde hij zijn vriendin dat ze tijdens het feestje een heleboel geschenken had gekregen en dat hij ze graag zou komen brengen, maar ze weigerde. Ze zei hem dat ze de geschenken wel zou komen halen, maar ze kwam er niet. Vanaf dit punt verhevigde zijn angst. Hij nam zelfs contact op met het ziekenhuis waar ze zich had ingeschreven, maar ze vertelde hem dat ze er niet was. Als je gaat bevallen, verbied me dan alsjeblieft niet mijn kind te zien, ik smeek het je, sms'te hij haar. Op 21 februari antwoordde ze met een foto van zichzelf en schreef: de baby zit nog in mijn buik. Ze voegde er ook aan toe dat ze op 24 februari zou worden ingeleid. Hoe vreselijk dit ook mag klinken, haar woorden bleken al snel een grote leugen te zijn. De volgende dag stond het leven van Christopher abrupt stil. Hij zat buiten zijn huis toen een privédetective aankwam en hem papieren overhandigde. De papieren deelden hem mee dat Skyler op 11 februari geboren was en dat haar moeder haar ter adoptie had afgestaan aan een koppel in San Diego in Californië. Woedend en gebroken door verdriet toen hij dit ontdekte, stuurde hij zijn vriendin een sms. Je hebt tegen me gelogen. Je nam mijn dochter van me weg zonder mijn medeweten. Maar wat hij kreeg was een hartverscheurend antwoord. Ik kan niet terugnemen wat ik gedaan heb. Ze heeft nu een beter leven. Het spijt me. Maar haar verontschuldiging was niet wat Christopher nodig had. Hij wilde zijn dochter terug. Hij schoot in actie en diende op 24 februari in Greenville, South Carolina, een bezwaar tegen de adoptie in, omdat de adoptieouders van Skyler daar een advocaat hadden. Daarna werd hij gedwongen een vaderschapstest te ondergaan om te bewijzen dat hij werkelijk de biologische vader van Skyler was. Toen de test positief bleek, werd Christopher nog vastberadener om zijn dochter terug te winnen. Jammer genoeg deed zijn voormalige vriendin en haar familie er alles aan dat het kind bij de adoptieouders zou blijven. Het was nu tijd voor strijd. Zou de sterkste winnen of de zuiverste van hart? De beslissing lag in de handen van de rechters. De vriendin van Christopher had sinds augustus contact gehad met het koppel dat hun dochter wilde adopteren. Ze hadden alle nodige stappen uitgevoerd en zelfs in de adoptiepapieren gelogen dat Christopher niet aanwezig was tijdens de zwangerschap. Op 20 februari keurde de rechtbank eindelijk de adoptie goed en het koppel ging er met Skyler vandoor. Ze gaven het meisje een nieuwe naam en waren klaar om hun leven met haar te beginnen. Maakt Christopher geen schijn van kans meer nu? Enkele dagen later stelde de rechtbank een datum vast voor de hoorzitting. Op 7 april, tijdens de spoedzitting, legde Christopher bewijzen van sms'jes voor waaruit bleek dat hij bij het leven van zijn vriendin betrokken was toen ze zwanger was en dat hij zijn dochter in zijn leven wilde. De sms'jes waren het bewijs dat zijn vriendin gelogen had, dat hij het meisje niet wilde. Nu hij zijn best gedaan had, wachtte hij op het oordeel van de rechter. 10 dagen later wees een rechter Christopher de enige voogdij over zijn dochter toe en beëindigde de moederlijke rechten van zijn vriendin. Tegen die tijd was de kleine Skyler 11 weken oud. Het was de mooiste dag van mijn leven. Ik huilde, ik voelde haar adem voor de eerste keer. Het was alsof ik een deel van mezelf verloor. Maar toen ik haar terugkreeg, voelde ik me weer compleet. Dit moment is onvervangbaar, zei Christopher. Skyler, nu 8 jaar, is sindsdien bij haar vader en de twee leiden een prachtig leven. Het meisje houdt van zingen, tekenen, lezen en ze geniet van de natuur. Christopher zegt vaak, ik zorg voor haar zo goed als ik kan en zij vertelt me alles. Christopher heeft ook de Sky is the Limit Foundation opgericht, die verantwoordelijk vaderschap, de voordelen van registratie en de rechten van toekomstige vaders belicht en duidelijk maakt. Het is een geweldig gevoel om te zien dat zowel vader als dochter het goed doen. Wat vind je van de daden van de vriendin van Christopher?